remmen en botsen. Kan je de stopafstand, reactieafstand en remweg uitleggen? Nou, de remweg, dat is de afstand die wordt afgelegd tussen het beginnen met remmen en stilstand. En die hangt van een aantal dingen af. Als je harder rijdt, is je remweg groter. Als je een zwaardere auto bijvoorbeeld hebt, is je remweg groter. Een beladen auto. En als je remkracht minder is, als je slechte rem hebt, wordt je remweg ook uiteraard groter. Het hangt uiteraard ook af van het wegdek. Dat zullen we dadelijk zien. Nou, hier zien we de remweg van een auto. En wat opvalt, als je harder rijdt, dat je remweg groter wordt. En wel een heel stuk meer. Dat is een regel. Als de snelheid n keer zo groot wordt, wordt de remweg n kwadraat keer zo lang. Dat betekent, n is een getal. Als je bijvoorbeeld 2 keer zo hard rijdt, wordt je remweg 2 in het kwadraat 4 keer zo lang. Rij je 3 keer zo hard, wordt die 9 keer zo lang. Dus vandaar zijn 30 km zones. Als je 30 km per uur rijdt, is je remweg 5 meter. Zou je 60 km per uur rijden, dan is je remweg niet 2 keer zo groot, maar 4 keer zo groot. En je kunt hem ook aflezen hier rond de 22 meter. Nou, een rekenvoorbeeld. Als een auto 40 km per uur rijdt, is de remweg onder normale omstandigheden 10 meter. Hoe lang is de remweg als de auto 120 km per uur rijdt? Zonder grafiek zou je het moeten kunnen aflezen. Met grafiek kan het ook nog net. En dan zien we dat het 90 wordt. Maar laten we het regeltjes toepassen. Als de snelheid 3 keer groter wordt, want dat is wat gebeurt, dan is die remweg 3 in het kwadraat 9 keer zo lang. En 9 keer 10 is inderdaad 90 meter. Nou, wat hier opvalt, de remweg hangt ook af van het wegdek. Natte weg geeft een grotere remweg. Sneeuw en ijs uiteraard nog veel groter. De reactietijd, wat is dat precies? De reactieafstand. Als een automobilist een gevaarlijke situatie ziet, begint hij niet meteen met remmen. Het duurt even voordat het rempedaal wordt ingetrapt. De tijd die verstrijkt tussen het zien van het gevaar en het remmen, dat is de reactietijd. De reactieafstand, dat is de afstand die aflegt tijdens de reactietijd. En een goed uitgeruste, geconcentreerde bestuurder heeft een reactietijd van minder dan een seconde normaal gesproken. Maar de reactietijd kan ook stukken langer worden door bijvoorbeeld alcohol te nuttigen, drugs te gebruiken, sommige medicijnen word je moe van, vermoeidheid, bellen bijvoorbeeld, roken. Reactietijd wordt allemaal langer. Volgende begrip is de stopafstand. Dat is de afstand in totaal die je nodig hebt om stil te komen. En dat is je reactieafstand, de afstand die je aflegt voordat je voet op de rem staat, zeg maar. En de remweg, de afstand die je aflegt tijdens het remmen. Dus even kijken hoe dat zit. Hier komt een auto en die ziet op het tijdstip 0 het gevaar. Dan is de afstand die die aflegt, dus het zien van het gevaar en het gaan remmen, de reactieafstand. Dus hier ziet hij het gevaar. Hier duwt hij de rem in. De afstand die hij dan aflegt is de reactieafstand. Vervolgens, hier gaat hij dus remmen, hier staat hij stil, is dit rode stuk je remweg. En dan hebben we twee afstanden, de reactieafstand en de remweg. En die twee samen is de stopafstand, is die blauwe. Dus je stopafstand bestaat uit een reactieafstand en een remweg. Voorbeeld. Een automobilist rijdt 72 km per uur en er steekt plotseling een hond over op 60 meter voor de auto. Bereken of de hond geraakt wordt als de bestuurder een reactietijd van 1 seconde heeft. Eens even kijken. Hier staat 72 km per uur. Maak er altijd meter per seconde van. Deel hem door 3,6. Hij rijdt dus 20 meter per seconde. En de reactietijd is 1 seconde. Ik wil weten wat is de stopafstand. Namelijk is die minder dan die 60 meter, wordt die hond geraakt of niet. Dit is je formule. De stopafstand is de reactieafstand plus de remweg. En dan gaan we hem uitrekenen. De reactieafstand is niet zo lastig. Je rijdt 20 meter per seconde. En in die 1 seconde heb je dan 20 meter afgelegd.
kunnen ook zeggen, de reactieafstand is v keer t. Eigenlijk gewoon s is v keer t. Waarbij v constant is. 20 meter per seconde keer 1 seconde is 20 meter. Had je gedronken, was dat 2, was die dus meer geweest. Dan de remweg, hoe komen we daar aan? Hier zit een grafiek bij, dus wat ik kan doen, bij 72 km per uur aflezen wat de remweg is. En dan kom ik uit op ongeveer 32 meter. Nou, dan is de stopafstand, reactieafstand, 20 plus de remweg 32, 52 meter. Dus de hond die wordt niet geraakt,